ik was heel jong, hè, dat zie je. Dus er is toch iets veranderd. Jij zou het nu niet meer doen? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het is PR-technisch is het niet altijd even handig. En de collega's, want er kwam veel kritiek op, hè? De collega's waren er niet dol op. Maar goed, collega Kaan zei ook dat we alle depressies met een pil gingen genezen. Dat is ook tegengevallen. Dus ja, in de historie veranderen de dingen nog wel eens. Waarom stop je? Waarom ben je gestopt? De kloof tussen wat er in het vak van mij gevraagd wordt en wie ik ben, werd te groot. Wat bedoel je daarmee? Nou, we worden gedwongen tot allerlei activiteiten door zorgverzekeraars. En er zijn allemaal procedures, protocollen en richtlijnen die wat mij betreft niet bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Kan je een voorbeeld noemen? Nou ja, dat op ieder probleem een DSM-label geplakt moet worden, omdat het anders niet vergoed wordt. Dat je een vragenlijstje moet invullen met hoeveel klachten je hebt en dan na een aantal weken of maanden weer opnieuw, zodat de verzekeraar kan zien of het wel is opgeschoten. Dus de manier waarop er een diagnose wordt gesteld? Ja, om goed hulp te verlenen heb je 9 van de 10 keer helemaal geen diagnose nodig. In ieder geval in mijn vak niet. Bij gebroken been is dat heel anders. Mm-hmm. Maar er wordt in de psychiatrie gewerkt met een medisch model. En het is maar helemaal de vraag of je somberheid als een ziekte kunt beschouwen of moet beschouwen. En daar heb ik twijfel bij. En dat ging steeds meer wringen. Ja,